KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Dat meen je niet. Zo erg? Gadverdamme. En hoe lang gaat het duren dan? Dat weten ze niet. Maar ze kunnen toch gewoon tegen die fabriek zeggen dat ze moeten ophouden? Niet? Ja, maar jij zit in de stank. Lekker is dat. Nou, ma. Ja, sterkte ermee, hè. Hopelijk is het morgen beter. Doe de groetjes aan pa. Dag. Het is ongelooflijk. Wat had Eucalypta weer te melden? Luchtvervuiling. In Schiedam stinken ze de huizen uit. Ja, dat komt van de zuidenwind. Van de maan is het niet harder. Ze zegt, het is zo verschrikkelijk. Ik proef het verschil niet meer tussen mijn aardappels en mijn vla. Kom niet door de stank, dat komt door de reigers. Is de oudste versleten organen. Hebben ze de meld- en regelkamer niet gebeld? Ja, ze hebben wel gebeld, maar ze zegt, je kan wel melden. Maar ze kunnen niet regelen. Hé, hey Bas, mijn moeder aan de lijn. Wanneer staat zo te stinken? Die schiet dan. Kan je de wind toch niet de schuld van geven? Dat zou mooi worden. Het groot kapitaal, tante Nel. De kleine burger is altijd de pineut. Maar het leefmilieu, Bas, dat is toch het belangrijkste dat er is? Dadelijk kunnen we niet meer gewoon ademhalen. Club van Rome is er al jaren mee bezig, maar er wordt niet naar geluisterd. Is dat weer voor dat belachelijke krantje van je? In één keer goed. Dat leest toch geen mens, Simon? Hou er toch een keer mee op. Nou, dat zeg je nou, Jacobus, maar ik heb hoogstwaarschijnlijk een interview met de heer Rinus Michels. Rinus Michels? Ja, de trainer van Barcelona. Van Ajax, toch? Nee, nee, de man zit nou al ruim een jaar in Spanje. Ja, maar wacht nou eens even, dat is toch een Amsterdammer? Nou, hè? Nou, wat doet hij dan hier? Hij komt voor die wedstrijd. Welke wedstrijd? Ajax-Inter Milaan. Ajax-Inter Milaan? De finale van de Europa Cup. Hé? Ja, woensdag hier in de Kuip. Ajax in de Kuip? Ja. Want dat wil niet gekker worden. De Kuip was nou eenmaal aangewezen door de UEFA als plaats voor de finale. De UEFA? De Europese Voetbalbond. Jongen. Maar goed, Jacobus, heb je dus Ajax tegen Inter Milaan. En dan komt de KRO woensdag op de radio met een speciale van 12 tot 2 met Tette Braak hier zo op het Stadhuisplein. En die hebben Michels uitgenodigd als gast. En na de uitzending schiet ik me even aan met een paar vragen. Toch de wereld op zijn kop, Simon. Een kuip vol met Amsterdammers. En Italianen. Italianen, uitvinders van de stiletto. Dat is toch niet te geloven, Bas? De wereld gaat kapot aan vervuiling en zij hebben het over voetbal. Nou, die Ruud Krol, heb je ze daar wel eens gezien? Nou, van de week had je die Ton van Duinhoven. Ja? Die speelde een Feyenoordse post, ene van Krooswijk. Hij zegt, dan krijg je van de week krijg je hier de Italiaan tegen die club uit Amsterdam dat, ik ken het woord niet uit mijn strot krijgen, in onze Kuip. Hij zegt, ik ga er gewoon met mijn reet naartoe staan. Ja, toch mannen, ik hou me hard vast hoor, dat Ajax met die Kruif is misschien toch een maatje te groot voor dat Inter. Hij is uit. Italianen, die zijn gemeen hoor. Die schoppen alles wat beweegt. Johan pakken ze niet. Johan. Die springt overal overheen. Johan. Kruif? Ja, ik weet wel wie Johan is. Dat zeg je dat toch niet? Zo heet hij toch? Nou, maar zo noem je hem toch niet? Je zegt Kruif. En je zegt, hoe heet die andere? Keizer. Keizer, ja. Pietje. Pietje. Ja, zo zeggen ze dat in Amsterdam. Pietje. Sjaki. Kruifie. Ja, maar we zitten hier ook toch niet in Amsterdam? Mannen! Kokkie! Kokkie! Even snel vergaderen, mannen. Ik zit met een noodslacht. Jo. Niet om het een of ander, mannen, maar het water staat de club tot aan de lijst. Vorige week bij Vlaardingen vooruit hebben we natuurlijk verloren, ja, dus het bier was voor ons. Ja. Heb ik vandaag de rekening gekregen? Nou, ik kan u wel zeggen, de bodem van de clubkas is meer als in zicht. Iemand een idee? Sim?
Radio Riool. Hé? We maken van de Kegelclub een tijdelijke radiostudio. En dat doen wij van 12 tot 2. Dat is toch van de KRO? Ja, ja, ja. Maar wij zeggen dat het van ons is, ja? Dat vliegtuig uit Barcelona met Michels erin, dat landt woensdag om 11:30 op 16:00. Hendrik, jij zorgt dat je daar op tijd bent. Je moet die gasten van de KRO voor zijn. Als Michels door de douane komt, pak je hem gelijk bij zijn taas. Je zegt dat je van de KRO bent en dat het op het Stadhuisplein te link is met al die Feyenoorders in de stad, ja? Je duwt hem in de Anglia en je komt gelijk hier naartoe. Daar loopt zo'n man toch nooit in, man. Oh nee, nou dan moet jij eens opletten. Zo is dat. En Karel, we hangen daar zo een groot KRO-bord. Dan denkt hij, ik zit bij van 12 tot 2. Wat brengt dat dan op? Reclame. Hè? Jij met je kroketten, Nel met de wasseretten. En Koemelijn met zijn zaak, die wil er ook in. Die bel ik wel even. Ja, wacht nou eens even. Dat is hartstikke illegaal. Joh, voordat die ons hebben uitgepeild, zijn wij al lang weg. Karel, we moeten nou even praktisch zijn. We moeten nou even om het geld denken. Ja, maar ik ben dus tegen, want die Michels is een Amsterdammer. En ik wil geen Amsterdammers in de Kegelclub. De Kuip is al erg genoeg. Ja, Jacobus, wat zeg je nou? Maar jij bent in deze onmisbaar. Oh? Ja. Jij bent de man van het tegengeluid. Jo. Ja. Die Michels die beschouwt alles vanuit Amsterdams perspectief. En jij beschouwt alles vanuit Rotterdams perspectief. Perspectief. Oogpunt. Oogpunt. Ja. En wat krijg je dan? Nou, conflict. Tuurlijk! Hé, tuurlijk! Dat moeten we hebben bij Radio Rio, want ik maak spraakmakende radio. Ja, ja, ja. Dus je krijgt dan eigenlijk Rinus Michels, vice versa Jaap Kooijman. Ja, Jaap als Rotterdamse voetbalanalist. Dat dacht ik wel. Dat is dan aangenomen. Woensdag van 12 tot 2, Radio Rio vanuit de Kegelclub. Ik ben naar mijn noodslag. Ja. Wat is het eigenlijk voor noodslag? Een politiepaard. Dat hoorde dat hij woensdag naar de wedstrijd most en heeft hij een hartaanval gekregen. Maak je er dan van? Ajax Inter Milan kroketten. Geen handen voor mijn kok. Graag voor volgende week. Ik heb er vannacht nog lang over na liggen denken. En we kunnen natuurlijk wel de schuld aan de industrie geven. Terecht overigens, want dat zijn ook de grootste vervuilers. Maar we kunnen ook zelf iets doen. Wat dan? Wij kunnen overgaan op een milieuvriendelijk wasmiddel. Bestaat dat dan? Ja. Klok schijnt net zo goed te zijn en spaart het milieu. Joe. Ja, het is wel een beetje duurder, maar ja, dat moet dan maar. Dus Bas, jij gaat morgen naar de groothandel en jij koopt 6 tonnetjes klok. Oké. Okay. Hey Simon, er komt nog een help bij kijken bij de gevoetbal. Ja, ik zou me eigenlijk er maar goed in verdiepen, want die Michels, dat is een professor, hoor. Ja, maar het is ook zo dik, joh. Mm-hmm. Michels? Ja, ja, die komt woensdagmiddag bij mij in de uitzending van Radio Riool. Ik heb hem uitgenodigd. Hij is natuurlijk toch in de stad voor die wedstrijd. Dan komt hij met mij praten over die wedstrijd. Jo. Hij was buitengewoon vereerd, die man. Hij heeft natuurlijk al heel lang een abonnement op de Bruine Rotterdammer. Hij zegt, Simon, ze willen me overal hebben, maar ik kom bij jou. Nou, dat is toch niet te geloven? Nou, geloof het maar wel. En deze jongen gaat de heer Michels het vuur na aan de schenen leggen. Ja, ja. Jaap is voor het Rotterdamse geluid. Ja, dat is met een geluidje, hoor. Ja. En Nel, jij kan reclame maken voor je zaak, hè? Voor de eerste milieuvriendelijke wasseretten van Rotterdam. Echt waar? Ja, natuurlijk. Bij Radio Rio en alles. Kost dat? Tientje. En dan kan ik zelf beslissen wat erin komt? Ja, ja, je hebt 30 seconden, je schrijft je eigen tekst en dan leest Karel hem voor. Hartstikke goed. Dat moet je nou mij laten doen, Simon. Ik heb een echte radiostem. Nee, jij bent van de analyse. Anders neemt de luisteraar het niet serieus. Ah. Hé, jongens, als we nou eens zeggen... Wasseretten de Wringen, Oranjeboomstraat 51, Rotterdam-Zuid... is goed voor uw was en voor het milieu. Ja, maar die klok die is veel duurder. Dus dan moeten we natuurlijk doorberekenen. Of hoeft dat er niet bij? Ja, dat moet er juist wel bij natuurlijk. Wasseretten, de Wringer, et cetera, et cetera. Iets duurder, maar veel schoner. Maar dat moeten we nog maar even afwachten. Het is toch veel schoner voor het milieu? Dat is waar. Kom op, Jacobus. Je leest me verder in de auto. Ja. Dag. Dag. Hey, Simon.
Dat buitenspel doen ze daar woensdag ook al. Rinus Michels in de uitzending. Dat heeft hij toch maar weer voor elkaar, hè? Als die Ruud Krol nou had genomen. Pas. En dan begin ik een woensdagochtend vroeg met de studio. Ja, met techniek en zo. Dan zet ik alles netjes klaar dat het er een beetje professioneel uitziet. En Karel, jij doet de reclames. Oh, krijg ik dat dan wel even op papier? Jazeker, jazeker. En je doet ook de pick-up. Pick-up? Ja, er moet toch muziek in? Ja, kan Henk dat niet doen? Nee, ik moet die Michels halen. Oh ja. Hey, heb je genoeg platen dan? Jazeker, we hebben er voor gezorgd. Radio Riool heeft zijn eigen discotheek. Oh ja. Nee, anders neem ik mijn Stones platen mee. Nee, nee, niet de Stones. Nee, het moet op de KRO lijken. Oh. Anders heeft die Michels het meteen in de gaten. Ah, die tettebraak, die heb echt nog nooit van de Stones gehoord, hoor. Zo is het. En we moeten natuurlijk ook Italiaanse muziek draaien. Ja, maar geen Ciao Ciao Bambina, hè? Dan moet ik gelijk van naar de play. Jo, leuk liedje. Karel. Domenico Modugno, daar heeft hij het Songfestival nog mee gewonnen. Het Songfestival. Ik ben trouwens gek op Italiaanse liedjes. Daar heb ik nog op leren dansen in Onselersdijk. Met Greet? Nee, voor Greet. Greet is van de gestaalde kaders. Ja, dat wil zeggen. Ja, die vinden dansen een vuige uitwas van de kapitalistische maatschappij. Ja. Er wordt toch wel gedanst in Rusland? Ja, bij de Kozakken. Doet het eens? Nee, dat ken ik niet. Dat ken Greet alleen. Maar bij ons in Onselersdijk, daar danste ik altijd met een meisje, Gerda Holstein. En die kwam uit Schravenzande. En dan na de les, dan mocht ik die altijd naar huis brengen. Zij achterop, heen ging ze altijd met de bus. En dan hield ze me altijd zo vast, weet je niet? En dan vond ik dat het mooiste van de hele avond. En dan waren we bij haar voor de deur en dan zei ik altijd... Nou, Gerda, tot de volgende week. En dan zei zij altijd... Ja. Dan fietste ik weer terug. Heel fijn, Karel, maar we hebben het nou over voetbal. Goedemiddag. Ja, ja. Nou, mensen. Die Michels kan zijn borst nat maken. Hier staat alles in. Voetbalsport heeft voor mij geen geheimen meer. Er is geen vraag waar ik het antwoord niet op weet. Oké. Okay. Ingooien. Motje, als je ingooit, allebei je voeten op de grond houden. Ingooien? Als die uit is. Dat kennen helemaal niet. Hè? Ingooien? Niet. Dan is het hens. Ja, heren. Die Rinus Michels gaat een zware pijp roken. Alle wasmiddelen komen na het wassen in het milieu terecht. In de rivieren en in de zee. Ja, ja. Maar bij Klok is dat geen probleem, want daar zitten geen slecht afbreekbare stoffen in. Nee, nee. En dat komt omdat ze de enzymen bij hebben gedaan. En er zit geen sulfaat in en ook geen bleekmiddelen, die zogenaamde witmakers. Hoe weet u dat toch allemaal? Ja, ik heb de consumentenband gebeld. Als de aanvaller achter de laatste verdediger staat en hij krijgt de bal, dan staat hij dus buitenspel. Als de aanvaller na de laatste verdediger staat en hij krijgt de bal, dan staat hij de keeper in de weg. Nee. Dan staat hij dus buiten spel. Maar wat is de bepalende factor? De bepalende factor? Ja, wat bepaalt uiteindelijk of het buitenspel is of niet? De scheidsrechter. Nee, dat is wie? Wie? En ik zei, wat? Het moment dat de bal gespeeld wordt. Hier ook, tante Bas in de bocht. Ja. Maar ze hebben wel gelijk. Wie? Tante Bas. Nou, dat wordt een lekkere uitzending. Dat wordt de uitzending die alle andere uitzendingen overbodig maakt. Ja, luisteraars, welkom bij Radio Riool. Het beloven
uitzending te worden die zijn weerga niet kent. Want alles vanmiddag staat in het teken van de finale van de Europa Cup tussen Ajax uit Amsterdam en Internationale uit Milaan. Ik ontvang twee gasten die hun licht vooruit gaan werpen op die wedstrijd en die daar zinnige dingen over zullen gaan zeggen. Wie die gasten zijn, zeg ik nog even niet. Hoezo niet? Nou, ik wil de spanning er nog even in houden en vandaar. Dus draaien wij in de ondertussentijd effie een muziekie. Kareltje. Welkom bij de KRO. Eens gelax. Mijn naam is Simon Stokvis. Ik ben de presentator van dienst, want de heer Tettebraak is helaas aan het bed gekluisterd. Fijne vent, Ed. Ik dacht dat hij nogal gezond was. Ja, normaal gesproken wel, maar hij heeft een hele zwakke rug, hè? Oh, dat wist ik niet. Nee, hij zelf ook niet, maar het schoot er in ene in. Mag ik me even voorstellen, dit is Jaap Kooijman. Meneer Hoijmans. Dienis. Jaap is een gevreesd Rotterdams voetbalanalist. Uw collega, Ernst Happel, heeft al heel wat met hem te stellen gehad. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Nel! Hey, Nel, wat kom je doen, meid? Je komt midden in de uitzending. Is dat meneer Michels? Jawel, maar hij mag niet gestoord worden, hoor. KRO? Ja, de katholieke rioolomroep. Ja, moet jij niet naar de zaak? Nee, ik wil even zelf mijn reclame doen. Nee, Karel voor. Nee, nee, ik wil het echt zelf doen, anders betaal ik niet, hoor. Oh, nou, opschieten dan maar. Deze? Kan die? Ja. Goedemiddag, luisteraars. Ik ben Nelly Kooijman. Ik sta al jaren in Wasserette de Wringer, Oranjeboomstraat 51 in Rotterdam-Zuid. Maar vanaf heden milieuvriendelijk. Onder het motto, iets duurder, veel schoner. Dank u wel. Wacht, ja, ja, ja. Wacht, nee, 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 nee. Jo, heel fijn. Ja, luisteraars, daar zijn we weer. En om maar meteen een einde aan de spanning te maken. Naast mij zitten twee voetbaldieren puur sang. En om te beginnen is dat Jaap Kooijman. Hartelijk welkom, meneer Kooijman. Dank u wel. En aan de andere kant zit niemand minder dan de heer Rinus Michels. U ook hartelijk welkom. Dank u wel. En dan zou ik graag met u beginnen, meneer Michels. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe schat u de kansen van Ajax in? Erg hoog. Hij wel. Ik mag er alleen maar op wijzen dat Ajax Feyenoord vorige week in die Kuip met 5-1 de Bietenbrug ophielp. Dat was puur geluk. Nee, dat was pure schoonheid. Ajax was zowel in esthetisch als in tactisch opzicht waren ze superieur. Hoe kun jij dat nou zien vanuit Barcelona? Ik zit nog wel eens in een vliegtuig. Zo is dat. U bent tenslotte een echte wereldburger. Dat mag je wel zeggen, ja. Goed, die Feyenoord-Ajax was dus een hele goede generale. Maar nou zeggen ze wel eens... Goede generale? Alle 15 goals waren buitenspel. Meneer is kenner. Ja, zeker ja, want dat weten jullie in Amsterdam natuurlijk niet. Maar wat is bepalend voor als het buitenspel is? Het moment dat de bal wordt gespeeld. Correct. Nou, de bal werd toch op een bepaald moment gespeeld? Ja, dat mogen we hopen, anders hebben we geen echte wedstrijd. Meneer Hoijmans, ziet u wel eens voetbal? Zie ik wel eens voetbal? Ik heb van die blanke schoen nog zien scoren in de Kuip. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Ik dacht dat de KRO een fatsoenlijke omroep was. De KRO wel, ja, maar je zit nou bij de rioolomroep. Tweedehands Amsterdammer dat je bent. Voor vijf... De rioolomroep? Heren, het was me zeer onaangenaam. Maar daden leven fijn, hoor. Ja. Ja.
Dankjewel, die man was net 5 minuten binnen. Ja, kokkebok, maar wat voor 5 minuten? Dit is spraakmakende radio. Dankjewel, Jacobus. Niks te danken. Wie zijn ze dan, die Amsterdammers? En mijn kroketten zijn nog niet geweest. Ja, maar we gaan er gewoon door. Oh, zal ik dan toch even mijn stootsplaten halen? Heel graag, Hendrik, heel graag. Ja, luisteraar, dat is nou typisch Radio Rio, hè. Er gebeurt altijd van alles en dan gaan we nou luisteren naar Johan Cruijff met oei, 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 dat was me weer een loei. Karel Inter Milaan kroketten, dat krijg ik mijn mond niet uit. Kunnen we daar nou niet van maken Europa Cup kroketten? Nee, is goed. En als ik er dan mee blijf zitten, kan ik ze altijd volgend jaar nog verkopen. Maar hoe kunnen jullie dat nou ook doen? Je kan zo'n man toch niet in de maling gaan nemen? We hebben al een mooi 3 tientjes verdiend. Zo is dat. Het was een grandioze uitzending, Nel. Heb je nog geen reacties op je reclame gehad? Dat wel. Ik ben plat gebeld. Nou dan. Zo. Dit zijn de laatste. En dan nu de eerste echte schone was. Heel goed. Deze machine zit vol, dus kom op met die klok. Goedemiddag. Hey, Nico. Nico. Waar denken wij dat wij mee bezig geweest zijn? Nee, bezig. Er is een klacht binnengekomen van de KRO. En ik hoef de heren zeker niet te vertellen wat die klacht inhoudt. Hou je niet van de domme stokvis? Ik heb hier een bom voor illegaal etergebruik. Oh, dat. 25 gulden. Ja. Nou, Jaap, kom op. Even lappen. 12,50 de man. Het is toch jouw radio, Rio? Goedemiddag. Nico. Niet zo lullig, man. 25 gulden. En niet, ik heb toevallig hè, 2 kaartjes voor die wedstrijd van vanavond. Waarom ga jij nou niet gezellig met me mee? Dat is omkopen van een ambtenaar in functie. Komt er nog 25 gulden boven. Nee, nee. Heb ik niks gezegd. Die wedstrijd vanavond. Ga een beetje naar die Amsterdammers zitten kijken. Ook niet als Ruud Krol meedoet. Bas, dit is een historisch moment. Onze eerste milieuvriendelijke was. Ik ben benieuwd. Hè? Kijk nou. Daar was ik al bang voor. Nou, kan dat nou? Doet hem er maar weer in. Het is misschien wel schoon, maar zo hou ik geen klant meer over. Deze had ik voor de zekerheid toch maar eventjes achter de hand gehouden. Bas, je bent het einde.